Hoi, ik ben Marije. Vandaag zijn we in Assen bij Convection. Zij zijn onlangs verhuisd naar een nieuw gebouw. En hier werken heel veel mensen in een afspraakbaan. Arco kan ons hier heel veel over vertellen. Hoi Arco. Hey Marije, welkom bij Convection. Zou ik ons mooie bedrijf laten zien? Heel graag. Ga je mee? Yes. Ik ben Arco Mossel. Ik ben bedrijfsleider van Convection. En in dit bedrijf maken we medische hulpmiddelen voor de gezondheidszorg. En dat zijn voornamelijk tilbanden om mensen in en uit bed te tillen of van naar het toilet te brengen of naar de douche. Ja, we maken echt maatwerk. Dus we hebben gewoon de standaard maken, maar we kunnen ook echt specifiek iets voor de klant maken. Eigenlijk wat de klant wil, maken we hier in Assen. En met wat voor mensen werken jullie hier? Nou, we hebben naast onze reguliere krachten ook mensen met afstand op de arbeidsmarkt hier werken. En ik denk dat er ongeveer een mannetje of 10, 15 mensen werken. Dus als ik het goed begrijp, werken jullie hier heel inclusief? Ja. Het gaat van statushouders tot iemand die een andere problematiek hebben, dat we de werkplek moeten aanpassen. Eigenlijk kan bij ons alles wel. Veiligheid staat bij ons voorop. We hebben alles gewoon heel gestructureerd op werkkaart staan hoe het moet en hoe netjes je moet werken. We controleren elkaar. Zodat we die structuur goed hebben, kan iedereen bij ons komen werken. En we staan hier. Ik zie van alles. Kun je wat vertellen over het productieproces? We beginnen natuurlijk met het bestellen van de grondstoffen. De grondstoffen halen we bijna allemaal uit Nederland. En een beetje uit Engeland. Dus ook daarin zijn we echt inclusief aan het ondernemen. Nou ja, dus rollen stoffen komen bij ons binnen. Dan gaan we ze uitsnijden op de patronen. Komen ze in de kast liggen. Ja, en als er een bestelling is, dan gaan we starten met het naaien van de banden. Uiteraard gaan we de band vaak controleren, want het is een medisch hulpmiddel. We willen niet dat er iets gebeurt als een eindgebruiker hem gebruikt. Dus we hebben zeker 3 tot 4 controles per keer voordat de band klaar is. Krijg je ook ondersteuning van Werk in Zicht? Jazeker, dat is heel erg fijn. Als werkgever krijg je gewoon een jobcoach die je medewerkers coacht wanneer het nodig is, waar ze gesprekken mee hebben, die soms kunnen meegaan in een gesprek als het heftig wordt, dat ze met alle partijen kunnen kijken hoe we de medewerker toch weer aan het werk krijgen of kunnen helpen om verder te gaan werken. Heb je ook tips voor andere ondernemers? Ja, de grootste tip is gewoon doen. En het levert je gewoon heel veel op. Je kan met je bedrijf gewoon hele mooie stappen maken met deze mensen. Dus ik zou zeggen, stap op de trein en ga mee. Arco, ontzettend leuk dat we hier mochten komen vandaag. En mooi om te zien hoe het inclusief ondernemen hier gaat. Ja, dankjewel voor je komst. Ik heb met alle plezier ons bedrijf laten zien. En als bedrijven nou twijfelen, mogen ze altijd langskomen voor een rondleiding. Dat is een mooi aanbod. Mocht je nu geïnspireerd zijn geraakt en meer informatie willen hebben, klik dan op onderstaande link voor alle informatie.